Goedenavond. Hallo. De voorzitter. Ja, waarom Harry? Want we zijn hier speciaal voor jou gekomen. En heb ik. Maar dat had je al in de gaten. Ik kom erachter dat je naast je EHBO-leven ook al meer dan 25 jaar lid bent van deze kerels. Het Oldenzaalse mannenkoor. Het bestuur is van mening dat je nog eens een keertje echt iedereen aan jou kan laten zien hoeveel ze prijzen stellen en waarderen dat je je voor hun inzet. Dat is het EHBO, dat is het Oldenzaals mannenkoor. Dat allemaal bij elkaar opgeteld, wij hebben ons huiswerk gedaan. Mag ik de, ja, vind ik altijd, mooie woorden uitspreken. Harry, ik mag je namens zijn majesteit koning Willem-Alexander, want die heeft het behaagd, jou, dan hoop ik dat ik het goed zeg, Hermanus Antonius Maria Harry Vaneke te benoemen, dat vind ik ook heel mooi, tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Ja, want dit is hem. Dit hoort bij het mogen zijn van ridder. Ik heb niet zo heel veel gehoord. Nogmaals, gefeliciteerd. Ja. En met deze zijn voor jou. Mooi. Ik hoop dat jullie van deze onderscheiding en de waardering die dat uitspreekt namens heel veel meer mensen dan hier nu alleen aanwezig kunnen en mogen zijn, echt kunnen genieten de komende tijd. En dat je je blijft inzetten zoals je de afgelopen jaren hebt gedaan voor je medemens hier in Oldenzaal. Dank je wel daarvoor. Hoera, hoera.